De hedendaagse ontwikkelingen in de wereld van infrastructuur vragen dat er anders gekeken wordt naar bouwcontracten. Dit is een van de punten die aan de orde is gekomen tijdens een paneldiscussie van de Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname op vrijdag 27 mei. De activiteit in het Assuria Event Center had als titel Moderne contractvormen voor infrastructurele werken in Suriname. De ORIS, Orde van Raadgevende Ingenieurs, is eigenlijk in 1979 opgericht. En we hebben een van de doelstellingen is om toch maatschappelijke onderwerpen te bespreken, aan de orde te stellen. In het kader van zeg maar, onze beroep, raadgevend ingenieur zijn. En in dat kader hebben wij een dag geprojecteerd, dat is vandaag, Engineers Day. Om een thema te nemen die door de engineers, voor de engineers en eigenlijk met de engineers wordt besproken als panel. Dat is vandaag gebeurd. De titel die heeft eigenlijk te maken met wat er gebeurt. Er zijn veel aanbestedingen, maar ook expressions of interest van de overheid onder andere. Die te maken hebben met allerlei grote infrastructurele werken. Brug over de Quarantainrivier, brug over Suriname rivier, misschien een nieuwe afvalverwerkingsinstallatie. Kortom, er zijn veel grotere projecten op komst. En wij meenden dan om te kijken van helpen de huidige contractvormen, is dat voldoende? Of moet je toch gaan kijken naar andere type contractvormen? En daarvoor is vandaag het thema gekozen om een beetje de discussie te hebben. Zodat we ook met voor de overheid, maar ook met de overheid hierover verder kunnen praten. Er zijn veranderingen zijn natuurlijk nodig. Wij hebben in Suriname een contractvorm, bekende contractvorm is UWS. Hè? Uitvoering voor werken in Suriname. Maar dat is een traditionele contractvorm. Bij die hele grote, waar je vooral met internationale bedrijven te maken hebt. Die kennen UWS niet. Die willen juist gaan naar type contracten die zij kennen of die in aanval in de wereld beter bekend zijn. Bijvoorbeeld de FIDIC-contracten. En daar moeten wij ons in beter verdiepen. Er worden al met FIDIC-contracten gewerkt. Maar het is wel nodig om met wat meer te verdiepen, zodat we beter voorbereid zijn om ook met die internationale partijen dus te kunnen samenwerken. De overheid die wil graag publiek private samenwerking en wij proberen vanuit de private sector onze bijdrage te leveren door tenminste hierover te kunnen praten, maar niet alleen dat, ook te zorgen dat de overheid misschien op een bepaalde manier meegeholpen wordt, aan de hand wordt genomen of in elk geval op ons kan rekenen wanneer het gaat om verder te gaan. Begrip dat de laatste tijd vaker in de mond wordt genomen, of dat wordt vaker gehoord, is design, build en finance. Hoe kijkt de Orde van Raadgevende Ingenieurs hier tegenaan? Design, build, finance is inderdaad, komt steeds vaker voor, waarbij de overheid zelf zegt ik heb geen geld op de begroting. Althans in dit jaar. Dus ik wil graag een financiering erbij halen. En die financiering moet me helpen om het te kunnen uitvoeren. Nou, dat klopt. Dan maak je vaak een contract die de financiering regelt. Maar voor de uitvoering maak je een contract die te maken heeft met bijvoorbeeld hoe ga je het ontwerpen en hoe ga je het uitvoeren. Nou, dat zijn twee contracten die eigenlijk in één worden onder elkaar horen, waardoor je dan best wel het werk kan doen. In Suriname hebben we al wat ervaring ermee. Wat belangrijker is, is om te kijken van hoe werken deze contracten? Hoe hebben ze gewerkt? We zouden een evaluatie moeten doen. Op basis van die evaluatie zouden we moeten zeggen, prima, de overheid, neemt u dit mee? Er zijn wat gaps wellicht, kunt u dat meenemen en misschien moet de wetgeving ook een stukje daarop worden aangepast. Want het gaat ook om een stukje zekerheid voor de publieke sector. In de zin van de mensen moeten weten dat er geen liabilities blijven die heel lang gaan naeilen. Ander punt is, het is uiteindelijk belastinggeld die daar naartoe gaat. Dus de mensen die daarvoor opdraaien, dat is de publieke mensen, die moeten natuurlijk wel weten dat hun geld goed besteed is. Dus er schuilt een stukje gevaar dat als je dat niet doet, dat je door blijft gaan en met de fouten die je hebt eventueel, dat je doorgaat. Nou, daar gaat het nu om. Evalueer het, kijk waar de verbeteringen moeten. Misschien moet er een aanpassing komen, beter aanpassing komen aan de Surinaamse omstandigheden. Geen probleem, doe het, maar leg het goed vast, waardoor er geen onduidelijkheid bestaat. U zei dan evalueren, aanpassen, ook het woord wetgeving in de mond.
is Suriname, wat zou er eigenlijk nog meer gedaan moeten worden dat Suriname echt zich kan voorbereiden op moderne contractvormen? Of kan meegaan met moderne contractvormen? Ja, de evaluatie, wat u net zegt, is een belangrijk aspect. Het is dus niet alleen het technische evalueren, maar ook naar het organisatorische. Bijvoorbeeld, is de overheid, moet het bij een bepaald ministerie liggen? Of moet er een aparte entiteit komen die dit soort contracten, nieuwere en wat grotere contractvormen, beter voorbereidt? Want het zijn niet alleen technici. Het zijn ook juristen die erbij moeten kijken. Ook financiële experts moeten erbij kijken. Want het zijn allemaal zaken die mee moeten worden genomen om zo'n contract. En ik praat niet over $2 miljoen, ik praat vaak over 50 tot 80 tot $100 miljoen of hoger. Ja, dan kan je niet meer uitgaan van alleen maar een engineer. Het moet een combinatie zijn. En daar, denk ik, schuilt nou juist de evaluatie zou moeten aan kunnen tonen van oké, hoe ga je het doen? Welke entiteit is daarvoor het beste geschikt? Moet er een aparte orgaan komen die daarover gaat buigen? Of moeten we dat ergens binnen een ministerie plaatsen, openbare werken of financiën of wat dan ook? De belangrijkste vragen die er kwamen is bijvoorbeeld, zijn we ready? Moeten we wachten tot het een keertje op ons afkomt? Of moeten we liever nu al proactief voorbereiden? Nou, die vraag is gesteld vanuit onder andere het publiek. En uiteindelijk is er gezegd, nee, wij moeten zorgen dat wij nu al onszelf ready maken. Want dat het gaat komen, staat al bekend. Het gebeurt daar en het gaat alleen maar nog meer worden. Dus we moeten niet in een afwachtende houding blijven. We moeten juist proactief ons gaan verdiepen. Daarom heeft Oris bijvoorbeeld de afgelopen 3 dagen een training gegeven binnen de context van contracten. FIDIC trainingen zijn dat, Redbook en Yellowbook training. Dat is nou precies waar het om gaat. Maak jezelf nu al, begin ready te worden voor wat er komt. Natuurlijk, er zullen hele ingewikkelde zijn, ik heb het niet daarover, dat zal een keertje komen. Maar de basis, het merendeel die op ons afkomt, wij kunnen ons daarvoor nu al ready gaan maken.